Week 5 challenges. Eindelijk komen ze uit. Of zijn ze al uit als je de video kijkt. Want ze zijn nu nog niet officieel uit. Maar ik heb hier voor mij dus het schermpje van de week 5 challenges. Ze zijn een beetje aangepast. Want ik heb het al eerder geleakt en zo. Maar het is dus een beetje aangepast. Je moet natuurlijk SMG mensen raken. Dan moet je mee damagen. 500 damage. Super simpel om te doen. Je moet kisten dus ook in Dusty Default. Best wel pittig. Aangezien er best wel veel mensen naartoe gaan straks in het begin waarschijnlijk. Je moet vending machines gebruiken. Hier. Die is nieuw. Er stond eerst gebruik een jetpack. En dat hebben ze dus veranderd naar gebruik vending machines. Want misschien gaan ze jetpacks vanuit de game halen. En dan gaan ze die challenges verwijderen daarom. Misschien? Misschien ook niet? Of misschien was die challenge te moeilijk? Ik denk het niet. Ik denk dat ze die jetpack eruit gaan halen. Er is te veel negativiteit erover. Ik weet het niet zeker. Maar dat is wat ik nou dus denk, hè. Ik heb het nergens gelezen of zo. En dan die daarna komt, die is ook weer veranderd. En dat is Dance with Others to Raise the Disco Ball near Loot Lake. En die heb ik dus gedaan gisteren. En die is vanochtend online gekomen, die video. En ik dacht, dat is een easter egg. Maar blijkbaar is dat dus gewoon een challenge die je moet gaan doen. Dus check die zeker uit, die video. Dan weet je ook meteen waar en hoe het moet. En daarna follow the treasure map found in Greasy Grove. Dat is dus weer die ene op die neus. Daar heb ik ook al een video over gemaakt. Daar kun je een gratis dier dus vinden op de neus van de basis van de slechtrikken. Linkje staat ook in de beschrijving van deze treasure map. En zodra er een volledige afbeelding is van heel deze challenges van week 5, dan zal ik die ook in de beschrijving zetten. En daarnaast moet je 2 mensen elimineren met de minigun of light machine gun. Dat is best wel pittig, aangezien ik die wapens nooit echt vind en ook nooit echt meeneem. Nou moet ik die wel meenemen. En je moet ook 3 mensen uitschakelen in Lucky Landing. Dit moet je dus doen. Nu is er nog een laatste schermpje die je gaat krijgen. Maar eerst wil ik even vertellen dat ik waarschijnlijk vanmiddag even live ben, 1 of 2 uurtjes, om deze challenges te voltooien. Ligt eraan hoe lang ik erover doe om deze challenges te voltooien. Ik wil het gewoon in de stream even voltooien. Het kan in een uur gedaan zijn. Dus ik ga keihard mijn best doen daarvoor. Zodra je alle week 5 challenges hebt voltooid, krijg je natuurlijk weer een laadschermpje. Een blockbuster. Laadschermpje heet dat eigenlijk. En je ziet dus heel veel mensen vechten met elkaar. De goede rikken tegen de slechte rikken. Je ziet alle superhelden dus eigenlijk tegen de robot, tegen het robotleger vechten. En vooraan zie je Carbide tegen Omega vechten. En dit is zo sick. En dit heet eigenlijk een beetje de final fight. Dit is het eindgevecht. En op de achtergrond zie je dus de krab. Dat heb ik de vorige video ook al gezegd. En daarbovenop zie je een tier. En die krab kan je vinden tussen Moisty Mire en Lucky Landing in. En daarbovenop ligt dus waarschijnlijk de gratis tier. En dit is weer wat ik denk. Ik heb het nergens gelezen verder, maar het lijkt me vrij logisch. Nou, dit waren dus de week 5 challenges. Ik heb ook nog de week 6 challenges die je heel snel even in beeld kan zien. Ik ga ze niet doornemen. Dat doe ik volgende week. Maar je ziet wel dat je Carbide en Omega posters moet gaan sprayen. En die heb ik al een paar in de map gezien. Die kan je heel random vinden in huizen. En daarbij hoort natuurlijk ook weer een laadschermpje. Die kennen we ook allemaal al, want die hebben we ook al in een andere video behandeld. Maar dit is dus dit. Vanmiddag ben ik waarschijnlijk live om lekker 1 of 2 uurtjes. Hopelijk lukt het me ook echt om in die 2 uurtjes alle challenges te voltooien. Dit gaat vast wel lukken, toch? Ik heb er alle vertrouwen in. Laat een like achter, abonneer voor meer en misschien tot vanmiddag maar weer.